in de video van vandaag. Wel, dames en heren, welkom bij een gloednieuwe challenge. Ja, het is een lange tijd dat Chris en ik geen challenges meer hebben gedaan. Ja, en jullie weten, Chris is de challenge specialist en hij heeft weer wat nieuws bedacht. Chris, vertel het eens, wat heb je bedacht? Ik heb vandaag bedacht om een hoogdruk tatoeage op mijn kont te laten zetten. Het plan van vandaag is simpel. We gaan met deze hoogdrukspuit een 3D tatoeage zetten op Chris' been. Let's go! Ja, we zijn er klaar voor! Ben je er klaar voor? Ja, sowieso. Zo is het er klaar voor. Dan kijken we weer naar een nieuwe challenge, dames en heren. En dit wordt weer een gestoorde, zoals altijd. Ik heb hier de tatoeage mouw. En vasthouden en niet loslaten, wat er ook gebeurt. Anders, als je hem loslaat en je krijgt hem nooit meer op dezelfde plek terug, dan krijg je een misvormde lul. 1. Oh, je ziet hem wel. Fuck. Hij komt langzaam door nu. Ja. Oh, dat is best zin. Hou maar kijken. Oh, je ziet hem fucking goed. Ja. Hier zit hij. Hier zit hij zo. Ja. Als ik net even verbrand ben. Ja? Oh. Oké. Okay. Shit, hè maat. Een pijn gedaan. Kun je het goed zien? Ja, je ziet wel goed zitten. Ah, ik ben blij met mijn tatoeage. Mama, ik hoop dat jij hem ook mooi vindt. Ik hoop dat hij mijn hele leven blijft. Je hebt altijd tegen mij gezegd, Chris, neem geen tatoeage van inkt. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb naar je geluisterd natuurlijk. Want ik ben wel echt een mama's kindje ben ik. Maar ik heb er nu eentje van vlees en bloed, zeg maar. Met hoge druk. Hij ziet hem wel goed. Ja, hij ziet hem zeker goed, ja. Ik denk dat het een blauwe plek wordt. Oké, dit was nog niet alles, dames en heren. Chris heeft dus nog bepaald. Ik ga hier nog proberen om lul te schrijven, want we zijn eigenlijk nog niet tevreden. En we willen natuurlijk maximaal eruit halen. Alleen, omdat Chris hier nu al een paar keer heeft geslagen, is de hele lul voor hem eigenlijk al weg. Dus we hopen dat hij zo meteen terugkomt. Maar om zeker te zijn, ga ik nog even het woordje lul bijzetten. Ik weet niet, man. Het is wel spannend om te doen. Het is gewoon wel, het is wel een beetje nasty of zo. Dit ging snel, maar die is wel goed. Ja? Oh, zeker. Ja, hij zit een beetje schuin, maar dat laten we zo even. Oké, de U. Dan moet je de U ook eigenlijk een beetje hier zetten, denk ik, of niet? Dan gaat hij dus lul heen. Ik probeer hem gewoon zo. Ja, oké. Dit is best wel lastig, man, want dat ding spuit zeg maar. Niet één rechte lijn. Zo. Deze zag je helemaal wit worden. Oh. Fuck, man. Deze heeft een hele huid in nu. Hij wordt gewoon een blauwe volgens mij. Oké, maar hij is er niet af, man. Ja? Zo, die laatste stukje is pijn al. Ja, maar nou hou ik hem te lang stil. Hij zit er wel, voor mij niet. Dat is een fout. Ja. Ik pak even de camera erbij, dan kunnen jullie het goed zien. Hier zie je de L. Zie je? L. U. En hier zit die andere L, een hele lange. Zie je? Ja. Even kijken, waar zit die penis? Penis zit hier. Maar ik denk dat hij wel geslaagd is, Chris. Ja, ik moet even mijn traantjes wegvegen, natuurlijk. Maar hij ziet er goed uit. Hoeveel pijn deed het op een schaal van 1 tot 10? Nou, als je echt lang op één plek blijft, dan zit hij wel op een 9, denk ik. Ja. Want dan is het echt zo. Ja, het ziet er ook vrij nasty uit. Maar in ieder geval, dames en heren, doe natuurlijk even dat duimpje omhoog voor Chris. Vergeet hem niet op social media te checken.